Matai, Sami wel. De case die nu toch wel, waarover heel veel wordt gesproken in de samenleving. Nou, de meningen zien we dat die verdeeld zijn. Weer anderen geven aan dat zij goed vinden de manier hoe deze student, hoe deze jeugdige heeft opgetreden, dat hij zijn stem heeft laten horen. Weer anderen geven aan dat hij respect moet tonen voor zijn meerdere, respect moet tonen voor zijn leerkracht. Aan parlementariër Cedric van Samson vroegen wij om een reactie in deze case. En van Samson die reageerde er als volgt. Kijk, u kunt zich herinneren, meneer Ganesh, we spraken al een keertje hierover toen ik zei dat elke school eigenlijk een ordehandhaver zou moeten hebben. Toch? Om in dit soort situaties de leerling, de student en de docent en de leerkracht te kunnen beschermen. Toch? Waardoor je dus het omstandigheden krijgt, want we hebben een andere opvoeding nu. We hebben die opvoeding waarbij je die correctionele tik had, waarbij de leerkracht meer gezag had. Die hebben we eigenlijk rustig uit handen gegeven door eigenlijk steeds meer de leerkracht de mogelijkheden te ontnemen om orde te handhaven. Ik zal het niet plaatsen in het minder of assertiever zijn van onze jongeren, maar meer om onze jongeren duidelijk te maken dat je hebt rechten, maar je hebt ook plichten. Er wordt ook van jou een bepaald gedrag verwacht, omdat in een gezagsverhouding moet jij te alle tijden het respect blijven bewaren. Toch? Er is nu in dat geval, hoor ik, dat het zal gaan om een mogelijk molest, een aanranding, toch? En dit is een heel ernstige zaak. In Suriname nemen we zaken die soms een juridisch verloop moeten hebben, worden in de media gebracht als een hype. En dat is gevaarlijk. U kunt zich nog herinneren toen die worstman is aangereden aan de Quattaweg. Toen waren er beelden van een paar jongens die naar Nederland of naar een ander land zouden vertrekken. Zoveel mensen zeiden dat ding. Ik werd ermee gebombardeerd. Van meneer Van Samson, u zegt niets. Kijk, amasa rei nakamange gwe. Ik zeg maar, de politie is toch bezig met het onderzoek. Ja, het kan niet. Wanneer we over zaken praten die een juridisch verloop moeten hebben, moeten we leren in dit land om alles wat met die communicatie ermee te maken heeft, die voorlichting over die zaak, dat te vernemen van de publiciteitsdienst van de politie. Omdat wanneer we zaken die eigenlijk strafrechtelijk vervolgd moeten worden, waarbij er een juridisch verloop erachter moet zijn, toch? Wanneer we die dingen brengen in de media, dan ontstaat er gevaar dat het slachtoffer nog meer slachtoffer wordt. En dat bijvoorbeeld dat kind in kwestie gepest kan worden. De vermoedelijke dader, die wordt al door het slijk gehaald alvorens zijn schuld bewezen is, toch? Dan is het niet eerlijk voor het verloop van zo'n proces. Dus ik vind het jammer dat zo'n zwaarwichtige zaak, want de zaak moet goed worden onderzocht. Want als het zo is dat de student Matai aangerand is, dan moet er gevolgen komen. Moeten er consequenties komen voor de persoon die hem heeft aangerand. Maar als het zo is dat hij ook niet is aangerand, dan moet er ook een correctie komen naar die bewuste leerkracht toe. Want nu krijgt die man zomaar een stempel opgedrukt dat hij een student aanrandt, toch? En ik denk dat als jeugdambassadeur, misschien door jeugdigheid, toch? Meneer Matai, die jongeman Matai, het misschien anders had moeten aanpakken. De correcte juridische weg bewandelen. Omdat je daarvoor ook bescherming moet zoeken voor alle andere slachtoffers die misschien slachtoffers zijn geworden van diezelfde leerkracht. Dus om dat dus zo in de media te brengen, in de publiciteit te brengen, op drama tv te brengen, Isabi DTV is drama tv, dan ga je een heel andere wending geven aan de zaak. En dat is niet gezond, omdat wanneer we praten over een iets zo zwaarwichtig als aanranding, dan gaat het niet om een media hype. Dan moeten er keiharde consequenties volgen. En ik vind dat we moeten leren in dit land, en ik zeg het ook aan u, want u bent ook een mediaman. Wanneer zaken een strafrechtelijk verloop moeten hebben, is het beter als wij de informatie krijgen van de publiciteitsdienst van de politie. Want dan krijgen we feiten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Wat je nu krijgt is meningen.
Toch? Iedereen kan zeggen als ze van mening zijn dat het handelen van die student goed was of niet. Maar wat heb je gebruikt als toetsingskader? Ik denk wanneer de politie zo'n zaak onderzoekt, de politie precies kan vaststellen wat er is gebeurd. En wanneer we onze informatie dan van de politie krijgen, dat het meer waarde heeft in plaats van om oeverloze discussies te gaan voeren over meningen. Maar laten we over de feiten werken. Dus ik zeg, in deze zaak wil ik vooralsnog geen uitspraak doen. Ik ben wel van mening dat dat ding een ander verloop moet hebben. De zaak moet juridisch goed worden onderzocht. Als het blijkt dat er geen sprake is van aanranding, dan verwacht ik ook een correctie naar die leerkracht toe. Als het blijkt dat er sprake is van aanranding en dat die jongeman slachtoffer is geworden, dan verwacht ik ook acties naar die bewuste leerkracht toe.